Wachten jullie tot de bus van Bip eraan komt? Oh, wat is er, Olet? Is de bus te laat? Waar zou Bip kunnen zijn? Bip! Bip! Wakker worden! Was je vergeten dat jij de bus moet besturen vandaag? Nou, dan zou ik maar voortmaken. Je passagiers staan te wachten. Daar komt de bus aan, jongens. De bus van Bip heeft ruimte voor 8 mensen. Help jij Bip meetellen hoeveel passagiers hij heeft? Daar gaan we. Hoepa zit in de bus. Dat is 1. En Olet is nummer 2. Dus Bip heeft nu 2 passagiers. Oké, naar de volgende halte, Bip. Hier staan nog wat passagiers op de bus te wachten. Laten we Bips passagiers blijven tellen. Nu zijn het er 3, 4, 5. En daar is nummer 6. Er zitten nu dus 6 passagiers in de bus van Bip. Eerst zaten er 2 passagiers in de bus. Toen kwamen er 4 passagiers bij. En als je 2 en 4 bij elkaar optelt, dan is dat 6. Ga maar weer rijden, Bip. Bij deze halte staat niemand te wachten om in te stappen. Maar misschien stapt er iemand uit. Aha, dit is de halte van Hoepa. Hij gaat naar zijn werk. Oké, allemaal. Zullen we tellen hoeveel passagiers er nog zijn nu Hoepa is uitgestapt? Er zaten 6 passagiers in de bus, maar eentje is er uitgestapt. Weten jullie hoeveel er nu nog in de bus zitten? Ja, precies. 5. Er zitten nog 5 passagiers in de bus. Goed gedaan. Naar de volgende halte, Bip. Daar is Moe met haar kippen. Hoi, Moe. Gaan jullie met de bus naar de boerenmarkt? Oh, Bip. Er is een probleempje. Er zijn te weinig stoelen voor iedereen. Er is maar ruimte voor 8 passagiers. Volgens mij heeft Bip een idee. Super! Nu kan Moe naar de boerenmarkt en al haar kippen ook. Hoi, Bip. En? Waar ga je nu stoppen? Bip? Bip? Misschien is een koptelefoon dragen terwijl je rijdt niet zo'n goed idee. Oh, pas op, Bip. Het stoplicht staat op rood. Bip, stop! Precies op tijd. Je reed bijna door het rode licht. Zullen we de verkeersregels maar even doornemen, Bip? Oké. Laten we naar de kleuren van het stoplicht kijken en bespreken wat ze betekenen. Als het licht groen is, dan mag je doorrijden. Groen. Gaan. Groen. Als het licht op oranje staat, betekent dat opletten. Het licht springt zo op rood. Oranje. Staat het licht op rood? Dat betekent dat je moet stoppen. Rood. Stop. Precies, Toto. Helpen jullie Bip onthouden wat de kleuren van het stoplicht betekenen? Let op de stoplichten en roep dan samen met mij stop als het licht rood is. Opletten als het licht oranje is. En is het licht groen? Dan roepen we... Rijden! Precies! Doorrijden! Dus, welke kleur heeft dit stoplicht nu? Groen! Groen! Inderdaad, het staat op groen. En groen betekent... doorrijden! Oké, allemaal. Als je een stoplicht ziet, kijk dan welke kleur het heeft en roep dan stop, opletten of doorrijden. Goed, welke kleur heeft dit stoplicht? Rood!
Dat klopt. Rood. En rood betekent... Stop. Stop. Goed gedaan, Wim. Wow. Wat was dat? Oh nee, Ziggy. Je stopte niet voor het rode licht. Je botste bijna op Moe en haar kippen. Weet je dan niet dat een rood licht wil zeggen... Stop. Oké, Bip. Het stoplicht staat weer op groen. Je kunt verder rijden. Laten we kijken of er nog meer stoplichten zijn. Daar is er één. Welke kleur heeft dit stoplicht? Oranje. Heel goed. Het is oranje. En dat betekent... Opletten. Goed zo, Bip. Net op tijd gestopt voor de zebra. We zagen je bijna niet, meneer Zebra. Super! Nu weet je precies wat alle kleuren van het stoplicht betekenen. Hoi, Bip. Waar ga je vandaag naartoe? Oh, ik zie het al. Je brengt Richie naar de schaakclub. Huh? Dit is niet de halte van Richie's schaakclub. Waarom stop je midden op straat, Pip? Oh, ik zie het al. Er staat een file. Al het verkeer staat helemaal vast. Richie is bang dat hij te laat bij de schaakclub aankomt. Maak je geen zorgen, Richie. Wij gaan uitzoeken waarom het verkeer vaststaat. Hoe zou dat komen? Het komt door iets wat geel is. Banaantje! Volgens mij is het geen banaantje, Toto. Oh, kijk, daar is Moe. Zij staat ook in de file. Maak je niet druk, we gaan zo weer rijden. Hoi, Olet. Wat een file, hè? Dus daarom staat er zo'n lange file. Het komt door Hoepa's bulldozer. Hij is in slaap gevallen achter het stuur en rijdt niet meer verder. Hoepa! Hey Hoepa! Tijd om wakker te worden! Pip zoekt iets om Hoepa wakker te maken, zodat hij zijn bulldozer kan verplaatsen. Helpen jullie Pip te beslissen hoe hij Hoepa het beste wakker kan maken? Oké, wat in de bus kunnen we gebruiken om Hoepa wakker te maken? Zullen we de koplampen aandoen? Of de ruitenwissers? Of de toeter van de bus. Of de radio. Oké, waarmee kunnen we Hoepa het beste wakker maken? Met de koplampen? De ruitenwissers? Met de toeter? Of met de radio? Toeter. Precies, met de toeter. Ik tel tot drie en dan roepen we toet toet. Kunnen jullie dat? 1, 2, 3. Wow! Hoi daar, Hoepa. Je blokkeert de weg met je bulldozer. Kun je hem verplaatsen? Oh, bedankt, Hoepa. Hoera! De weg is weer helemaal vrij. Rijden maar, Bip. Gedaan, Bip. Richie is nog op tijd voor de schaakclub. Hoi, Bip. Waar ga je vandaag naartoe? Oh, ik zie het al. Je brengt Olet naar haar basketbalwedstrijd. Dus je rijdt naar het basketbalveld in het Pandastad Park. Wow! Wat is er aan de hand, Bip? Zijn we er al? Oh nee! Verderop zijn ze aan de weg aan het werken. Op deze manier komen we niet bij het park. Goed idee, Bip. Je probeert een nieuwe route te vinden. Even kijken. De bus is hier.
En het Pandastadpark is daar. We kunnen niet door de straat die rechtdoor gaat. Dus moeten we op een andere manier naar het park. Kijk, Pip. De kaart laat je een nieuwe route zien. Zo te zien moet je eerst over de brug. Oké, helpen jullie Pip met de nieuwe route? Goed. Moeten we naar links of naar rechts om over de brug te gaan? Ja, klopt als een bus. We moeten naar rechts. Alweer een kruising. Zullen we op de kaart kijken om te zien welke kant we op moeten? Aha, zo te zien moeten we nu langs de vuurtoren van Pandastad Strand rijden. Moeten we dan naar links of naar rechts om langs de vuurtoren te rijden? Ja, dat klopt. We moeten links afslaan. Oh, volgens de kaart moeten we nu het spoor oversteken. Goed, moeten we nu naar links, naar rechts of rechtdoor om het spoor over te steken? Heel goed, we moeten rechtdoor rijden. Oh, wacht even. Er komt een trein aan. We moeten wachten tot die voorbij is. Zullen we zwaaien naar de passagiers? Haha, hallo. Rijden maar, Bip. We zijn er bijna. We moeten alleen nog door de tunnel en dan zijn we bij het park. Daar gaan we. Wauw, wat is het donker, zeg. Je kunt beter je lichten aandoen, Bip. Ja, goed gedaan, Bip. Olet is op tijd bij het park voor haar wedstrijd. Olet, ben je niet iets vergeten? Je was je basketbal vergeten. Hoi, Bip. Je bus is leeg. Je bent zeker bijna klaar vandaag. Ben je op weg naar huis? Nog maar één halte bij de kermis van Pandastad. En daarna kun je naar huis. Wauw. Er staan een hoop passagiers die ook naar huis willen. Kom op, Pip. Je moet nog even door. Nog één busritje en dan kan je naar huis. Ik weet iets waardoor het leuker wordt, Pip. Door muziek. Zet de radio maar aan. Stap allemaal in de bus van Pip. Dan gaan we rijden. Daar gaan we. On the road, a passenger load, my friends and faces and places I go. It's my bus. It's for all of us. Stop number one, go and have fun, goodbye. Yeah! Oh, we're back on the road, a passenger load, driving through the country and the places I know. Stop number two, for you, goodbye. Dag! Riding through Panda City, oh, you sure look good to me. The people, they look so friendly. Here we are now at stop number three. Feels like I'm almost home. One more stop to go. Oh no, oh no, oh no! It's gone to E, and that E means it's and shove. Phew! What a long day it's been. Move that bus. Fill it up. Right to the top. To the top. Hurrying up. Going to the number four stop. Yeah! Oh, we're back on the road. A passenger load. My friends and faces and places I go. It's my bus. It's for all of us. Number four, there are no more. Goodbye! Oh,
it's been a long day. I'm parking my bus. I won't complain or make a fuss. But I'm going home. Yeah. Goodbye. Whew. Wow, Bip. Dat was een hele lange dag. Maar je hebt iedereen weer veilig thuisgebracht, Pip. Maar hoe kom jij nu thuis? Oh. Ja. De uitvindingen van Hoopa. Hallo daar, Hoopa. Je ziet er slaperig uit. Misschien moet je even een dutje gaan doen. Wakker worden, Hoopa. Moe heeft je hulp nodig. Moe wil dat haar tractor snel gemaakt wordt, zodat ze vandaag naar de boerenmarkt kan gaan. En daar heb je Olet. Zij wil dat haar zijspiegel snel gemaakt wordt, voor het geval ze naar een noodgeval moet. En Pip wil dat zijn kart in perfecte staat is, want hij moet vanmiddag racen. Oh, Hoopa. Al die klusjes hebben haast. Maar je bent te moe om snel te werken. Hoe krijg je dat allemaal op tijd klaar? Wat jij nodig hebt, is iemand die je helpt bij al die klusjes. Yay! Hey, volgens mij heeft Hoopa een idee. Wat is dat, Hoopa? Heb je iets uitgevonden dat je kan helpen bij al dat werk? Wauw, dat ziet er super uit, Hoopa. Je hebt je eigen hulprobot ontworpen. Wow! Zullen we naar jouw schroothoop gaan om te kijken of daar onderdelen zijn waarmee je je robot kan maken? Hoopa, heb je hulp nodig bij het vinden van alle onderdelen? Maak je geen zorgen, Hoopa. Het is Dr. Panda Toto-tijd. Ja! Kunnen jullie Hoopa helpen om onderdelen te vinden voor zijn robot? Super! We gaan aan de slag! Oké, even kijken. Als eerste hebben we iets nodig voor zijn hoofd. Het lijkt een beetje op een driehoek. Zien jullie het juiste voorwerp? Dat is perfect, Hoopa. Nu zoeken we het volgende onderdeel van de robot. Oké, even kijken of we ergens die ronde vorm kunnen vinden. Ja, gevonden. Goed gedaan. Nu zoeken we nog één onderdeel. En dan kan Hoopa de robot gaan bouwen. Oké, allemaal. We zijn op zoek naar het laatste onderdeel. Het lijkt op een rechthoek. Ja, gevonden. Nu heeft Hoopa alles wat hij nodig heeft om zijn hulprobot te maken. Oeh, voorzichtig, Hoopa. Hoopa, klaar? Bouwen maar! Hoopa, moet jij niet werken? Hey! Wauw, Hoopa. Goed gedaan. Slaap lekker, Hoopa. Oh, arme Hoopa. Ja! Hallo daar, Moe. Wat een spannende dag. Ik ben benieuwd naar Hoopa's nieuwe uitvinding die ervoor zorgt dat je appels beter gaan groeien. Oh, daar is hij. Hoi, Hoopa. Is dat de Hoopatron? Wauw, die ziet er geweldig uit. Wauw, wat super. Dus door de grote knop worden dingen groter en door de kleine knop worden dingen kleiner. Klopt dat? Oké, laat maar zien hoe het werkt. Wauw, Hoopa. Moet je zien hoe groot die appel is. Wauw. Oh. Oh nee. Waar zijn Hoopa en Moe gebleven? Oh, daar zijn jullie. Niet schrikken, Hoopa. Het is maar een mier. Hey, kijk.
die insecten vragen zich af wat voor insecten jullie zijn. Misschien kan één van die insecten jullie naar de hoepatron brengen, zodat jullie weer groot kunnen worden. Jullie zullen naar de hoepatron moeten vliegen, want hij staat heel ver weg en hij is heel groot. Dus welk insect zou dat het beste kunnen? Maak je geen zorgen. Het is Dr. Panda Toto-tijd. Wij zullen jullie helpen met beslissen. Willen jullie Moe en Hoepa helpen beslissen welk insect ze om hulp moeten vragen? Even kijken. Moeten Hoepa en Moe aan de mier vragen of hij ze wil dragen? Of aan de slak? Of aan de vlinder? Vlinder. Dat klopt. Hoepa en Moe moeten aan de vlinder vragen om ze naar de hoepatron te brengen. De vlinder kan daarheen vliegen. Wauw, wat een avontuur. Bedankt voor je hulp, vlinder. Hoepa, volgens mij moet de kip van Moe ook weer terug naar haar normale grootte. Hallo daar, Hoepa. Vandaag verhuis je wat spullen voor Leo, toch? Het is een prachtige dag voor een ritje. Oh nee, Hoepa. Huh? Je band is lek. Je zult een andere manier moeten verzinnen om de spullen van Leo naar zijn huisje te brengen. Je kunt de auto niet verplaatsen, Hoepa. Die is veel te zwaar. Wauw! Je hebt de auto in een vliegmachine veranderd. Super, Hoepa. Laat maar zien hoe die vliegt. Naar Leo's huisje vliegen wordt vast heel erg leuk. Ah, wat een prachtig uitzicht. Hoepa? Hoepa? Je moet hoger vliegen, anders kom je niet over die boom heen. Het lijkt erop dat je vliegmachine niet hoger kan. Maak je geen zorgen. Het is Dr. Panda Toto-tijd. We hoeven alleen maar iets uit te kiezen om uit de machine te gooien, zodat die lichter wordt. Hoepa moet het zwaarste voorwerp eruit gooien, zodat de machine lichter wordt en hoger kan vliegen. Kunnen jullie Hoepa vertellen welk voorwerp het zwaarste is? Oké, goed. Daar gaat-ie. Is de emmer het zwaarste voorwerp? Of het rubberen eendje? Of het anker? Ja, dat is het! Hoepa moet het anker eruit gooien om zijn vliegmachine lichter te maken. Opschieten, Hoepa! Oh, daar is Leo! Je bent er, Hoepa. Je moet nu alleen nog je machine veilig aan de grond zetten. Dat klinkt als motorpech. Dat ging maar net goed, Hoepa. Maar het is je gelukt. Je hebt alle spullen van Leo veilig naar zijn huisje gebracht. Hey! Of op zijn huisje. Zo te zien eten jullie een lichte maaltijd, jongens. Hebben jullie alles van het dak kunnen krijgen? Nee. Ah, de vogeltjes hebben nu een eigen bad. Super! Hallo daar, Hoepa. Heb je weer aan je hoepatron gesleuteld? Wat kan hij nu doen? Dat lijkt wel een snelheidsmeter. Die geeft je snelheid aan. Hoe hoger het getal, hoe sneller je gaat. Yeah.
Door je hoepatron gaat die slak supersnel. Kan de hoepatron dingen ook langzamer maken? Volgens mij wil die slak nooit meer langzaam gaan, Hoepa. Oh, kijk. Er wordt een pizza bezorgd. Wat is er, Hoepa? Is hij koud geworden? Maak je geen zorgen, Hoepa. Bip gaat wel een verse, warme pizza voor je halen. Hey Bip, wil je dat Hoepa je supersnel maakt met zijn hoepatron? Oké, daar gaat hij. Hoe voel je je, Bip? Wow! Wauw, dat was echt supersnel. Er wil nog iemand een pizza bestellen. Ziggy wil ook pizza. Ik weet niet of je die snelheidsmachine nog eens moet gebruiken, Bip. Want anders word je misschien te snel. Misschien moeten we Bip volgen om te zien of hij niet in 7 sloten tegelijk loopt, Hoepa. Pas op, Ziggy. Daar is Bip met de bestelde pizza. Oh nee, Bip kan niet stoppen. Hoepa, jij en Ziggy moeten achter hem aanrijden in Ziggy's auto. Achter die pizza aan. Hoepa en Ziggy moeten bij Bip zien te komen. Bip's snelheid is 80 en Ziggy rijdt 50. Wie van de twee is er sneller? Bip, Bip. Precies, Bip. Want 80 is meer dan 50. Dus Ziggy moet sneller rijden om bij Bip te komen. Gas geven, Ziggy. Ziggy's snelheid is nu 100. Wie is er nu sneller? Ziggy, ja, ja. Dat klopt. Snel, jongens. Gebruik Hoepa's hoepatron om Bip af te remmen. Super. Jij hebt je portie snelheid wel gehad vandaag, hè, Bip? Is hij nog warm, Ziggy? En vergeet niet, het is het beste om je maaltijd langzaam op te eten. Ja! Weet jij wat het tegenovergestelde betekent? Daar komen we nu achter. Every hammer needs a nail. Every tool is big or small. How do you know which one you need? Well, you simply need them all. Every up goes on. Every out goes in. How do you know if something's sick if you don't have anything thin? Every night needs a beautiful day. When the sun will shine or clouds bring rain. Wet, dry, hot or cold. That's how opposites work, we know. We sure do. Every up needs a down. Every fast has a slow. How do we know just when to stop if we don't know how to go? Every left has a right. There is silver or gold. How do you know if something's new if you don't have anything old? Every smile makes us happy and glad. But every tear can sure make us sad. Laugh, cry, open or close. That's how opposites work, we know. Every hammer needs a nail. Every tool is big or small. How do we know which one you need? Well, you simply need them all. On and off, in and out, new and old, hot and cold. That's how opposites work, we know. That's how opposites work, we know. Hoepa's bouwterrein. Daar is Hoepa. Hoi, Hoepa. Zo te zien is het terrein waar de speeltuin komt een enorme puinhoop. Hoepa heeft iets nodig om het allemaal op te ruimen. Zullen we helpen zoeken? Wauw, dit kan Hoepa absoluut helpen. Maar Hoepa kan niet beslissen welke hij moet gebruiken. Kom mee, dan gaan ze van dichtbij bekijken. Dit is een kraan. Ja, die zou handig kunnen zijn. En dit is een vorkheftruc. Die kan ook veel aan.
En dit is een bulldozer. Wauw. Cool, hè? Helpen jullie Hoopa te kiezen welke machine het meest geschikt is? Een kraan? Een vorkheftruck? Of een bulldozer? De bulldozer? Perfect! Wauw, Hoopa is goed bezig. Goed gedaan, Hoopa. Nu kun je Toto's speeltuin gaan bouwen. Misschien gaat die muis je ook wel helpen. Oeh, daar is Hoopa. Zullen we even zwaaien? Hoi, Hoopa. Vandaag gaat Hoopa een glijbaan voor de speeltuin bouwen. Wat we nodig hebben is 1 groene hamer, 2 rode schroevendraaiers en 3 gele spijkers. We hoeven alleen de instructies te volgen om de glijbaan te bouwen. Aan de slag, Hoopa! Hoopa, pas op waar je loopt. Alles in orde, Hoopa? Oh-oh, alles ligt dwars door elkaar. Geen probleem, Hoopa. Wij helpen je wel met opruimen. Eens even kijken. Zien jullie de groene hamer? Daar is hij. Goed. Zien jullie de 2 rode schroevendraaiers? Dat is er 1. En ja, daar is de andere. 2 rode schroevendraaiers. Zien jullie de 3 gele spijkers? Dat is 1. En 2. Ja, en dat is de 3e. 3 gele spijkers. Goed gedaan. Nu kan Hoopa de glijbaan voor Toto's speeltuin bouwen. Wauw, kijk die Hoopa eens gaan. Wat werkt hij snel. Super, een mooie nieuwe glijbaan voor Toto's speeltuin. Hoi Hoopa. Vandaag gaat Hoopa een mooie muur van steen rond de speeltuin bouwen. Oh-oh, de stenen zijn veel te zwaar voor Hoopa. Hij heeft iets nodig om ze op te tillen. Oh, volgens mij heeft Hoopa een idee. Wat zoek je precies, Hoopa? Oh, ik zie het al. Wat jij zoekt staat achter al die kratten. Kunnen jullie raden wat het is? Dat is het rubberen eendje van Moe. Hoe komt die daar nou terecht? Oeps, neem me niet kwalijk, meneer Muis. Is dat een auto? Weten jullie wat het is? Het is een vorkheftruck. Een vorkheftruck kan superzware dingen tillen. Hoopa kan die gebruiken om de stenen op te tillen. Super! Nu kan Hoopa beginnen met het bouwen van de muur. Wauw, wat werkt Hoopa toch snel? Die muur ziet er heel stevig uit. Die houdt iedereen vast veilig binnen. Goed gedaan! Hoi Hoopa! Hey, moet je kijken. Hoopa is al klaar met de speeltuin voor Toto. Wat bedoel je, Hoopa? Ontbreekt er nog iets aan? Oh, ik zie het al. Er ontbreekt inderdaad nog iets. Kleur. Oh, je weet al welke kleuren je gaat gebruiken? Mogen wij het ook zien? Hé, dat is Toto's tekening. Zullen we eens kijken welke kleuren Toto heeft uitgekozen voor zijn speeltuin? Toto wil een rode glijbaan, een blauwe wip en een groene draaimolen. Oké, we gaan de verf halen, Hoopa. Oh-oh, we kunnen Toto's tekening niet meer zien. Geen probleem, Hoopa. Wij gaan je helpen uit te zoeken welke kleuren Toto wil gebruiken. Toto wil een rode glijbaan. Dus, waar is de rode verf? Ja, daar is hij.
Weet je nog welke kleur de wip moest worden? Ja, dat klopt. Blauw. Toto wil een blauwe wip. En welke kleur moest de draaimolen krijgen? Precies. Groen. Dat is Toto's lievelingskleur. Wauw. Moet je eens kijken, Toto. De speeltuin ziet er geweldig uit. Wauw, wat een mooie speeltuin. Hoepa, dat heb je heel goed gedaan. Hoepa houdt van bouwen. Maar weet je wat hij ook graag doet? Zingen! Houden jullie ook van zingen? Wat fijn! Zullen we samen een liedje zingen? Ja! I love to build all day. Denk je ervan? Zullen we gaan spelen in je nieuwe speeltuin? Ja! Tot de volgende keer! Dag! Oh. Yay! Hoepa's garage. Hey, daar is Hoepa. Hallo Hoepa. Daar zul je Bip hebben. Uh-oh, Bip. Je kart moet duidelijk gerepareerd worden. Oeps. Er moet denk ik meer gebeuren dan een simpele reparatie. Maak je geen zorgen, Hoepa. Waarom bouw je geen nieuwe racekart voor Bip? Wij gaan je helpen. Ja. We gaan aan de slag. Eerst heeft Hoepa iets nodig voor de basis van de kart. Wat kan hij gebruiken? Volgens mij heeft Hoepa een idee. Ligt wat je zoekt achter die banden, Hoepa? Kunnen jullie raden wat er achter die banden ligt? Wat zou het kunnen zijn? Een reddingsvest. Dat heeft Bip denk ik niet nodig voor onderweg. Oeps. Neem me niet kwalijk, meneer Muis. Oh, ik zie het al. Het is een kano. Maar Hoepa, Bip wil rijden op een weg. Niet drijven op het water. Huh? Wauw, goed gedaan, Hoepa. De kano is perfect voor Bips nieuwe kart. Hallo daar, Hoepa. De nieuwe kart van Bip ziet er goed uit, Hoepa. Ben je al bijna klaar? Oh, ik zie het. Zijn dat de onderdelen die je nodig hebt om het af te maken? Eens even kijken wat je nodig hebt. 4 grote racewielen. 2 kleine koplampen. En 1 groot stuur. Oké, we gaan aan de slag. Wauw,
Wat heb jij veel spullen in je opslagruimte, Hoopa? Helpen jullie Hoopa om de juiste onderdelen te vinden? Eens even kijken. Zien jullie de vier grote wielen? Hoopa, dat is een kleine band. Je zoekt toch grote banden? Ah, daar zijn ze. 1, 2, 3, 4. 4 grote banden. Nu zoeken we 2 kleine koplampen. Zien jullie ze? Daar is er 1. En daar is er nog 1. 2 kleine koplampen. We zoeken nog 1 onderdeel. Hebben jullie het grote stuur al gezien? Nee, niet dat stuur, Hoopa. Dat is te klein. Ja, daar is het. Daar is het grote stuur. Nu heeft Hoopa alle onderdelen die hij nodig heeft voor de nieuwe racekaart van Bip. Wauw, Hoopa. De kaart van Bip ziet er super uit. Hallo daar, Hoopa. De nieuwe kaart van Bip ziet er super uit, Hoopa. Ga je er een testritje mee maken? Hoopa, moet de kart niet vooruit gaan in plaats van naar beneden? Uh-oh, de banden zijn plat. Je zult ze moeten oppompen met lucht, Hoopa. Hoopa is op zoek naar iets waarmee hij de banden kan oppompen. Kun jij Hoopa helpen een apparaat te vinden waarmee hij de banden kan oppompen? Eens kijken wat Hoopa kan gebruiken. Een rietje. Een ventilator. Wow! Een pomp. Of een rubberen eendje. Goed, welke van deze voorwerpen kan Hoopa gebruiken om de banden met lucht te vullen? Eendje! Nee, Toto, niet het rubberen eendje. Ja, inderdaad, het is de pomp. Vooruit, Hoopa, pomp al die platte banden maar op. Goed bezig, Hoopa. Nu kun je er een testrietje mee maken. Wauw. Hallo daar, Hoopa. Wat heb je daar? Oh, ik zie het al. Bip heeft getekend hoe hij wil dat zijn racekaart eruit gaat zien. Oké, dan kunnen we beter wat verf gaan pakken. Even kijken welke kleuren we nodig hebben. Eerst hebben we gele verf nodig. Daar staat het. En we zoeken ook naar de kleur paars. Wat is er, Hoopa? Heb je geen paarse verf? Geen probleem, Hoopa. We kunnen zelf paarse verf maken. Jazeker, we kunnen een nieuwe kleur maken door 2 andere kleuren te mengen. We nemen de kleur rood. En welke kleur zullen we mengen met rood om de kleur paars te maken? De kleur... blauw. Goed, meng ze maar door elkaar. Voorzichtig, Hoopa. Niet morsen. Kijk eens aan. Door rood te mengen met blauw, krijg je de kleur paars. Goed gedaan. Oké, welke kleur hebben we nog meer nodig voor de racekaart van Bip? Oh, ik zie het al. We hebben ook de kleur oranje nodig. Is er geen oranje verf? Dat geeft niet. Die maken we gewoon. Eerst nemen we wat gele verf. En dan, om oranje te maken, hebben we nog een kleur nodig. Weten jullie welke kleur dat is? Die kleur is... eens even kijken. Rood! En meng hem maar. Inderdaad, als je geel met rood mengt, krijg je de kleur oranje. Nu hebben we alle kleuren die we nodig hebben voor de racekaart van Bip. Wauw, moet je zien. Dat heb je heel mooi geverfd, Hoopa. Bip vindt zijn nieuwe kart geweldig, Hoopa. Goed gedaan. Hallo daar, Hoopa. Hoopa, weet je niet dat vandaag de race is? Ik zal maar opschieten, anders mis je hem nog.
Here we go, guys. It's racing time. On your marks, are you ready? Get set. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Watch this dynamo. I'm a speed machine. Watch this engine go. Yeah. Round the bends with my friends. Uh-oh, I'm getting slow. Look to my left, look to my right. I've got a feeling that something's not right. I've got to think of something fast. What's this button? I'm running last. Whoa! Het was geweldig om Pip de race te zien winnen. Vond je ook niet, Toto? Ja! Bedankt dat jullie Hoopa hebben geholpen om de kart van Pip te bouwen. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag! Oh. Jee! Moe gaat op vakantie. Hoi, Moe. Ben je klaar om op vakantie te gaan? Ja, je bagage is ingepakt en je bent klaar om te gaan. Oeh! Je hebt je paspoort en je instapkaart bij de hand om in te checken. Super! Hey Moe, waar gaan je kippen naartoe? Oeps, nu is je bagage niet meer ingepakt. Zit alles nu weer in je koffer, Moe? Oh, ik snap het. Je kijkt op je lijstje om te zien of er iets ontbreekt. Goed idee. Kunnen jullie misschien Moe helpen kijken of er iets ontbreekt? Oké, allemaal. Moe heeft een roze tandenborstel. Kunnen jullie hem vinden? Daar is hij. Kijk. En waar is Moe's gele badpak? Zien jullie het? Ja, precies. Goed. Kunnen jullie Moe's wekker vinden? Ja, daar is hij. Van die wekker wordt Moe 's ochtends absoluut wakker. Kunnen jullie haar eendje vinden? Waar zou dat rubberen eendje zijn? Maak je geen zorgen, Moe. Wij helpen je zoeken naar je eendje. Hij kan nooit ver weg zijn. Hey, daar is hij, Moe. Super! Nu zit alles weer in je koffer, Moe. Tijd om van je vakantie te gaan genieten. Moe moet met haar handbagage door de beveiliging. Inderdaad, Moe. Al je spullen moeten in de bak. En vergeet niet naar de veiligheidsbordjes te kijken. Alle elektronische apparaten moeten in een aparte bak. Kijk eens aan, Moe. Jij mag door. Huh? Wat is er aan de hand? Oh, ik zie het al. Er zit iets in je koffer dat je eruit had moeten halen, Moe. Wat zou dat kunnen zijn? Wow, wat een hoop spullen heb je bij je, Moe. Wat denken jullie dat Moe uit haar koffer had moeten halen? Een hoed? Nee, die mag mee. Hallo daar, ga jij ook mee op vakantie? Je rubberen eendje zal ook niet het probleem zijn. Oh, het is je tablet, Moe. Maak je geen zorgen, Moe. Die mag nog steeds mee aan boord als hij door de machine gegaan is. Nu zijn je kippen aan de beurt. Tel maar mee om te zien of ze allemaal mee mogen vliegen. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Maar oh, er is een probleempje. Je mag geen grote hoeveelheid vloeistof meenemen. Nu is Moe klaar om haar vlucht te halen. Nou, bijna klaar dan. Je paspoort en instapkaart lagen nog in de bak, Moe. Bedankt, Olet. Daar is Moe. Ze is door de beveiliging heen en nu kan ze aan boord van het vliegtuig gaan. Maar eerst moet ze naar de juiste gate. Wat is je gate-nummer, Moe? Mooi. De vlucht naar Bananeneiland vertrekt vanaf gate nummer 10. Maar hoe laat stijgt het vliegtuig op? Oh, je vlucht vertrekt al over 5 minuten. Je moet erheen voordat de gate dicht gaat, Moe. Hé, daar is Hoopa. Hij kan je naar de gate rijden.
Opschieten, Hoopa. Moe moet zo snel mogelijk naar gate nummer 10. Daar gaan we. Kunnen jullie de juiste gate vinden voor Moe? Laten we de gate nummer stellen. 1, 2, 3, 4. Huh? Is dit gate nummer 10? Dit is gate nummer 10 niet. Dit is gate nummer 5. Doorrijden, Hoopa. Oké, we blijven de gate nummer stellen. 6, 7, 8. Is dit gate nummer 10? Nee, dit is gate nummer 9, Hoopa. Mau! Je moet doorrijden, anders mist Moe haar vlucht. Hoopa? Hey, Hoopa! Je bent er voorbij gereden. We zijn er. Gate nummer 10. Phew, precies op tijd. Ja. Moe was niet de enige die op het nippertje aan boord van het vliegtuig was. Hoi Moe, ben je klaar voor je vlucht? Super! Maar voor het vliegtuig opstijgt, moet je nog een paar dingen doen. Eerst moet je je handbagage in het bagagevak doen. Goed zo! Dat is het teken dat je je veiligheidsriem vast moet maken. Dus nu moet je gaan zitten en je riem vastmaken. Oh-oh, je kippen mogen niet meer op en neer springen, Moe. Ze moeten op een stoel zitten voor het vliegtuig opstijgt. Goed idee, Moe. Dat houdt ze wel even bezig tijdens de vlucht. Nu zijn jullie klaar om op te stijgen. Iedereen klaar? Daar gaan we! Je moet je bagage nog ophalen. Helpen jullie Moe haar bagage te vinden? Ben je klaar? Daar gaat-ie! Oké, Moe heeft 3 koffers bij zich. Op 1 koffer staan gele zonnebloemen. Op de andere koffer staan regenbogen. En de laatste koffer heeft een vorm van een hart. Kijk, de lopende band is aangegaan, Moe. Welke van deze koffers is van Moe? Precies, die met de gele zonnebloemen erop. Even kijken, we hebben nog 3 koffers hier. Ja, de koffer met de regenbogen erop. Oké, we zoeken nog maar 1 koffer. Weten jullie nog welke koffer van Moe was? Goed zo! Die in de vorm van een hart. Super, Moe. Je hebt nu al je bagage. Nu kun je eindelijk van je welverdiende vakantie gaan genieten. Zo te zien moet Moe uitrusten als haar vakantie voorbij is. Bedankt dat jullie haar geholpen hebben om naar Bananeneiland te komen. Tot de volgende keer allemaal. Tot ziens. Dag.